stelt eigenlijk gewoon geen kut voor. Het is gewoon, je flikkert water in een ketel. Het water moet een bepaalde temperatuur halen. Je gooit er gerst erbij. Graan en gerst. Gooit nog een gist bij en je hebt bier na een paar weken. Als je het goed doet, slaat aan, drinken mensen het op en worden ze er zat van. Ja, en als je het niet goed doet, ja, dan is niet de zuidelijkheid weggooien. Dat is één van de twee opties, meer heb je niet. Hoe ben ik begonnen? Ja, ik ben gewoon begonnen met Jeronimo. Ik heb een keer op tv heb ik het gezien, waren mensen bier aan het brouwen. Nou weet je, dat zag wel leuk uit. Toen had ik zoiets van, ja, dat kan ik ook wel. Toen moest ik ook de keuze maken. Okay, blijf lekker aanklooien en ga je gewoon af en toe een bier maken die elke keer anders smaakt. En ga je de 60 flesjes per keer jezelf achterover tikken. En waardoor je misschien een alcoholprobleem krijgt. Of zeg je van, dan weet je wat, dan begin ik ergens aan. Zet ik ongeveer 110% in. En dan ga ik het ook gelijk professioneel aanpakken. Toen is de keuze gemaakt om naar Groesbeek te gaan. Naar een nieuwe mooie loods. En daar heb ik een 50 liter ketel. Dus die is 5 keer zo groot als deze. En ja, eigenlijk is daar weer precies hetzelfde probleem. Ook die ketel is gewoon weer te klein. Voor de vraag wat er nu onderhand al komt. Dus nu komen de vervolgstappen naar nog groter. En dat bleek nu al in de planning en in de maak. Ik vind het veel leuker om zo klein te beginnen en straks echt in te gaan investeren. Wat ik altijd in eigen hand heb gehouden. Dan dat ik het uitbesteed en dat ik overmorgen 2000 liter bier hier heb staan. Dat het wel echt mijn bier is, waar ik er zelf ook echt gewoon mee bezig ben vanaf begin tot het einde. Ik heb nu één bier dan, dat is de Red Devil. En dat is voornamelijk voor mensen die van niet echt van een IPA houden. Die altijd zeggen van ja, het is zo bitter. Maar die mensen moeten het gewoon eens een keer proeven en niet zo lopen nuilen. En dan moeten ze maar gewoon even drinken en dan zullen ze ook zien dat het niet zo bitter is. Deze is echt gewoon heel, hier kan je heel rustig mee beginnen. Ja, je bent er zelf ook heel erg mee bezig. Het is wat anders dan het geproduceerde grote biermerk, ook de standaard bier is. Omdat dat nu weer een beetje in is, dat ongefilterde bier. Dus dat je gewoon wel wat gist zit op de bodem. Dat hoort gewoon bij speciaal bier op daar. Het is gewoon weer lekker. Dus hoort, niet al helemaal gefilterd en weggeënummerd en weet ik voor wat. Het mooiste moment vond ik dat ik op een gegeven moment zelf van een afstandje keek dat er twee mensen waren mijn bier aan het verkopen en een verhaal over aan het doen. En dat iemand op een gegeven moment zelf iets van 8 of 9 keer is teruggekomen en gewoon zat als van mijn bier. En dat vond ik toch wel een van de mooiste momenten, ja. Maar ja, dat ze natuurlijk enthousiast zijn tegen andere mensen dat ze vertellen van weet je, het is echt een lekker fris biertje en ook al hou ik eigenlijk helemaal niet van IPA's, maar proberen is en zo. Weer andere mensen die er niet van houden. Dat ze andere mensen zo gaan overtuigen van probeer dan eigenlijk, probeer dan zo'n Red Devil. Dan denk je misschien anders ook. En dan zullen zij waarschijnlijk meer gaan drinken. En als je eenmaal eentje hebt gehad, dan is je waarschijnlijk ook een tweede, derde, of een vierde zelfs. Hoe ik het nu zie en wat voor mij het ideale plaatje zou zijn, om je gewoon echt groot te maken. En dat ik ook dan nog meer kan toekijken hoe andere mensen mijn bier mooi aan het aanprijzen zijn. En dat verkopen. En dat ik gewoon kan toekijken van weet je, dat ik bereik heb 5 jaar geleden toen ik met een klein kutketeltje op 10 liter. En kijk eens waar je nu staat. En dat zou voor mij het ideale beeld zijn. Dat je gewoon echt een aantal ketels hebt staan. Die een bier aanbrouwen in verschillende mensen. Dat je in heel Nederland en eigenlijk, wat mijn ideeën zijn, ook buiten Nederland, gewoon dat je bekend bent. Dat je gewoon jouw product, mensen drinken, mensen vinden het lekker. En dat het op zoveel mogelijk plekken te verkrijgen is. En dat mensen echt gewoon plezier in hebben. Je wil gewoon de wereld over. Dat is gewoon echt de meest simpele strategie wat er is. Alleen ja, dat doe je niet door op je reet te gaan zitten en naar een ketel te gaan kijken en hopen dat er een keer wat uitkomt. Daar moet je gewoon hard voor werken. Kijk, en Heineken is misschien wel wat ver weg, maar ja, als je zo groot denkt en je komt ergens in het midden terecht, hé, vind ik het prima. Jeronimo is er en we gaan niet meer weg. Dat is nu in eerste instantie de bedoeling. Ja, ik zeg, neem het leven met de korrel gaan. Dat heeft meer in de zin van, ja, neem niet alles zo serieus. En dat is onder andere ook zoals ik nu met bierbrouwen doe. Het is belangrijk dat je goed je werk doet en goed hygiënisch werkt, et cetera, bla bla. Weet je, dat is voor iedereen hetzelfde en dat spreekt allemaal voor zich. Ah, neem het niet te serieus. En ook het bierbrouwen, ook speciaal bier. Alles heeft een verhaal, maar het is uiteindelijk gewoon bier. Het hoort goed te smaken en mensen moeten tevreden over zijn. Dat is het belangrijkste. Gewoon lekker bier.